Dit weekend verandert Nijmegen en Knotsenburg met natuurlijk het Marikenpaleis op de Grote Markt. Hoogtepunt wordt de optocht van aanstaande zondag. Carnaval Knotsenburg leeft eh, wel degelijk. Daar eh, mag wat meer bij, hè? laten we dat vooropstellen. Maar als je ziet, het is niet alleen die vijf dagen die we hier, dus hier op de Grote Markt doen en in verschillende wijken en andere horeca. We beginnen eigenlijk al met de prinsenproclamatie in november. En dan heb je verschillende pronkszittingen, je hebt de dameszitting, de herenzittingen, prinsentreffen niet te vergeten. Dat zijn echt wel activiteiten van niveau en door veel mensen bezocht. Uh, maar ja, we, we kunnen niet op tegen Den Bosch en Venlo, maar dat hoeft ook niet. Maar er mag in Knotsenburg wel wat, uh, wat meer leven uh, in de Brouwerijn komen. En ook na de optocht dat de mensen in de stad blijven hangen. Het plein ziet er al uit als een, uh, een plein wat in de Keulen ook carnaval viert, zeg maar. Dat is echt erg leuk op de Grote Markt. Het is erg druk, het is gezellig druk, maar we proberen nu de boel wat uit elkaar te trekken. Dus het VIP-podium wat er normaal stond en wat, uh, wat de uh, tribunes, die worden nu verschoven richting het stadhuis. En daar staat dan de burgemeester met de... Uh, met de, de sponsoren en dergelijke en de heren van Knotsenburg. Die beginnen dus daar eigenlijk al de soort uh, allee te, te vormen richting de Grote Markt. De Carnaval en Marieke gaan natuurlijk samen. Vandaar ook natuurlijk het Marieke Paleis. Vroeger had ik hier de spiegeltent staan. En ja, die, daar stond ze er net buiten aan de achterkant. was logistiek niet zo fijn. Daar konden te weinig mensen in. Dus uh, daar hadden we wat op gevonden. We bouwen gewoon een tent om haar heen. En ze, kan, uh, ze staat gewoon echt naast het podium. Dus ze geniet alle dagen gezellig mee. Ik moet zeker weer vol de volgende markt. Het zal even wennen worden. Het is eigenlijk al het hele jaar wennen. Je bent wel de prins voor, voor het leven, zeg maar. Ex-prins voor het leven. Maar ja, vorig jaar hier op de, op de grote markt aankomen voor je eigen zaak. Met al die bekenden. Als ik eraan terugdenk, weer kippenvuil. Maar ja, we hebben nu een nieuwe prins. En ook een hele leuke, goede prins. Dus die moet het nu gaan doen.